Kijk nou jongens, wat prachtig. Oh, we hebben post. Maar wat we ook kunnen doen, is er een ronde kamer van maken. Ja. Ik zit weer in de put. Ik was er net uitgeklommen met al mijn moeite. En nu zit ik er weer in. Kijk eens aan, het randje is mooier gemaakt. En ik ben er tevreden mee. Ik kom zien gaan. Ja, daar gaat hij. Kijk, ik zag hem nog. Ja. Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er zijn, jongens. En meisjes! Ik mag het niet vergeten. Vandaag zijn we wedergekeerd in Contentveen. En ik sta in de bank en vraag je vast af... Wat doe je hier? Nou, weet ik eigenlijk ook niet meer intro opnemen. Het gras is helemaal gegroeid sinds de vorige aflevering, dus dat is top. Verder wacht ik even op Robin, want dan gaan we samen verder met de geheime kamer hierachter. Kijk, wat een timing! Robin is er! Dan gaan we hiermee verder. Maar, voordat we beginnen, abonneer zeker eventjes. Like even, we gaan voor 2000 likes. Heb je nog niet gelijk, like nu. Vorige aflevering heb ik met Rick een heel leuk treinstation gemaakt. Een heel leuk treinspoor. Ik ben er oprecht heel tevreden mee. Hier is hij. Hier is hij dan. Oh, kijk nou jongens. Wat prachtig. Oh, we hebben post. Merenoragger. Oh mijn god. Ik was hem helemaal vergeten. Ik was hem legit vergeten. Maar ik had mijn Renoragger aan Rick geleend. Flashback. Geef me jouw chauffeur. Prima. En nu heeft hij hem gewoon teruggestuurd via de post. Dus ja, het is efficiënt dit ook gewoon. Ik heb ook wat laatste detailjes nog even toegevoegd. Hier moet ik wel de hele muur nog netjes maken. Dit moet gewoon een keertje leuk worden. Ik kan het niet zomaar gewoon steen houden allemaal. Mijn Renoragger is gewoon wedergekeerd in mijn inventory. Waar die hoort en niet bij Rick. Laten we er nu ook even over, omdat we het over mijn inventory hadden. Laten we hem even legen. Ja! Robin! 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 Max! Yeah! Max! Yeah! Max! Yeah! Max. Nou, dat was gezellig met Robin! Yes! Hey. Waarom is dat zo kut met jou gelijk? Wat zeg jij? Wat zeg jij? Wat? Wat? Oké, ben je helemaal ready? Yeah! Wat ben je aan het doen? Dat zijn mijn spullen. Ja. Oh, je wil mij? Ik bedoel, oh, of je eet, of ik eten voor jou heb. Nee, dat, nee, kijk, ja. Eten heb ik al, maar niet voor jou. Oh. Je hebt kwarts meegenomen, hè? Ik heb ook op zich nog wel wat kwarts, maar wat hadden we in gedachten? Als in, willen we het... Dit is trouwens helemaal kut, want af en toe lopen we... Laatst schrok ik me helemaal kapot. Ik stond daar en dan loopt de creeper overheen. En ik dacht dat er iemand... Maar... Ik weet het niet, ik vond het eng. Maar wat is onze planning hier? Harry Potter. Dat kan. Wat ik zei met die pilaren, weet je, dat leek me leuk. Maar wat we ook kunnen doen, is er een ronde kamer van maken. Ja, dat kan ook. En als je dat dan helemaal symmetrisch hebt, dan heb je uiteindelijk aan die kant een soort van rondgangetje. Ja, aan die kant een rondgangetje. En daar ook, weet je. Aan die kant een rondgangetje. En hier de uitgang. En als je dat dan met deze maten aanhoudt. Exactly. Dan kun je drie kanten op. En als je dan misschien drie halietjes of zo maakt, dan gaat dat naar hun eigen gang toe met allemaal kluizen links, rechts, links, rechts, links, rechts. Exact. En dan met een cool soort halve sfeer als dak, weet je? Ja. Oké, jongens, de planning is dus om toch wel een soort ronde kamer te maken. Die wordt dan super hoog. En dan kan je misschien met een balkonnetje en dan gaat we gaan van alles improviseren en zo. Dat wordt echt, ik denk, echt heel leuk. Dus laat ik zoveel mogelijk kwarts meenemen, want dan hebben we gewoon genoeg. Hoppakee, dat is al best wel veel. Wat is nog meer een leuk blok die we er toch doorheen kunnen verwerken? Wat kunnen we er doorheen verwerken door de kwarts? Eerst even met cobblestone de outline maken. Ja, dat is prima. Zeg maar dat het uitkomt. 10, 11, 12. Nee, we moeten één laagje weghalen. Nou, daar gaan we. Stappen op het station, springen snel in de wagon. Ja, wij gaan met de trein. We hebben het gedaan. Yeah. Dan... Nummer 13. Oké. Okay. Het onderste blokje is allemaal wat anders en daar kwarts op, zoals kwartspillers of zo. Ja, nee, ja, we gaan inderdaad niet enkel kwarts gebruiken. Ik werk een stonecutter met... of moet je dat echt alleen... Eén idee. Ik heb hier pillars voor jou. Zijn er blokken die we nodig hebben? Kwarts. Naast kwarts. Stop al je kwarts even die we hebben hier. Dan kunnen we een beetje kijken wat we hebben. Laten we maar gewoon beginnen met die pilaren. Ik maak wel even wat meer pilaren. Er klopt iets niet. Want dit hoort dan... Stel hij is goed, hoort dit te werken. Dus er klopt iets niet. Het zou betekenen... Dat dit... Zo moet hij, kijk. Zo. Zo zou het dan moeten. Kijk, want nu klopt deze hoek, zie je? Even kijken, je hebt 1, 3, 2, 1. Dus hier 3, 2, 1, 2. En hier klopt hij, moet hij dan ook weer eentje naar achter. Moeten we nog een laag weghakken! Yeah! Wist je dat dat heel makkelijk kan? Hey, kom eens hier staan. Ja. En dan ga ik hier staan. Ja. Ja. En dan ga ik één keer springen. Ja. En dan is die hele muur weg. Oké. Okay. Eén blokje, ja. Eén blokje, ja.
Wow, hoe deed je dat? Wow. Kijk, het lijkt me leuk om hier vet of je gewoon wel die pilaren dan zo te doen op de hoekjes en misschien in dit puntje dan ook, you know? Ja, ik zie nu die Enderman hier met een blokje gras lopen, dat we ook wel met gras doen. Oh, een soort binnentuin idee. Ja. Maar dan gaat het een beetje op een soort hub lijken, een soort minigame span. Ja, want dan zetten we hier boven op de survival. En dit is Skyblock. Creative. Ik bouw bijna nooit met quartz. En jij vervolgens... Omdat het zo'n duur blok is. Ja, dat. Het is een heel duur blok. Maar we kunnen kijken of we van andere mensen kunnen kopen die iets hebben en niet gebruiken. Willen we hier dan bewijs van terracotta kleur doen? Of juist hout. Want kijk, wat ook misschien matcht. Zou dit mooi zijn als we dit gebruiken? Op zich. Ja, alleen wat daarboven dan? Daarboven kan je dan gewoon de muur maken. Dit is gewoon het onderbouw zeg maar, waar de muur op staat. Weet je, je hebt een soort fundering nodig. Ik denk dat het wel mooi is. En dat hout is oprecht niet verkeerd hoor. En het is een blok die we gewoon hebben, weet je. Dus we komen met dure blokken. Ja, dit is wel nice, denk ik. Ja, zou ik gewoon wat van die blokken maken? We hebben trouwens de hele tijd een Enderman die gewoon aan het chillen is. Dit ziet er oprecht goed uit, als ik het zo zie. Ja. Ja, dus nu hebben we een soort fundering waar we op kunnen bouwen. Ik vind het wel leuk dat het echt gewoon een heel ander soort iets is hierachter. Ik denk dat als voor de logische manier van bouwen handig is als we die ingang eerst maken. Ja, exact, weet je. Dat is, willen we die rond of puntachtig maken? De kamer is rond. Wat van cobblestone proberen nog. Maak jij hem daar gewoon rond, dan maak ik hem hier met de punt en dan kijken we welke leuker is. Ja, ik heb hem met cobblestone gedaan, maar goed. Ja, dus het gaat om het idee dat je hier een ingang hebt en daar een ingang. Wat is leuker, zo'n hoog iets of een klein? Ik denk hoog. Ja, anders ga je denk ik, als je hem zo laag doet als dit, ga je denk ik of een heel laag dak krijgen, of je hebt onnodige ruimte boven de poort zitten als daar, weet je. Maar dan nog wel zo. Doe we die onderste weg eronder? Ja, ja, dat is beter. Dan is het helemaal een punt. Ja, we doen die wel, want dan heb je ook minder onnodige ruimte erboven hangen. Ja, dit was een goede keuze. Dan kun je die punten misschien met elkaar verbinden. Als in dat je ze omhoog laat gaan ook, in een boog. Oeh ja, die moet in een boogvorm natuurlijk omhoog. Ja. Ja, klopt. Goed punt voor jou, Robin. Ja, dat ziet er goed uit, hè? Nee, dit is mooi. Ik wilde net gewoon zeggen, dit is echt prachtig. Wat heb ik gedaan? Ik had het helemaal niet door dat ik zo aan het bouwen was. Weet je wat we hier moeten doen eigenlijk? In het midden, in een grote ronde vorm. Hetzelfde als bij jouw chestroom, een groot aquarium als vloer. Ja, dat kan. Ik denk dat oprecht wel heel lijp is. Is dit lijp? Ik kan het namelijk niet zien van onder. Hij kan ook hoger. Ik nu nog één blokje hoger tot aan het midden, zeg maar. Oh, dit is wel leuk. Het is minder hoog dan verwacht, maar ik denk dat helemaal niet erg is. Als je een grote soort kandelaar in het midden doet. Deze ook nog naar boven brengen en dan die kant op. En dan heb je allemaal van die soort vakken. Puntjes en die vullen met terracotta. Exact, met kleur. Moeten we even kleur en hout. Die houten rand misschien ook. Moet even een mooie kleur erbij verzinnen, welke bij het hout en het wit kan. Het begint er leuk uit te zien. Ik denk dat deze vorm dat het een goede keuze is. Zo doen, dan heb je echt een soort... Ik weet het niet. Een soort rijksgevoel. Omdat het gewoon hele egale vormen zijn. Of zo. Ik weet allemaal niet wat ik zeg. Het ziet er goed uit. Wat? Patat. Ik denk dat het net te... Het ziet er wel gek uit. Het ziet er gek uit, hè? Ik denk dat die boller moet. Als in gewoon hoger en dan wat strakker aan de bovenkant. Dit is wel beter, hoor, als ik het zo zie. Het houdt het wel rond. Gewoon. Ja. Het maakt... Als je hier staat, zie je dat vooral. Hoor. Moet je maar eens hier een beetje van de zijkant zo kijken. Dan zie je dat het wel... Gewoon rond, of als je eronder staat, dat het een beetje rond is. Doe jij maar gewoon vast je volgende ding als jij vast een leuk idee hebt met de tussendingetjes of de vloer of iets. Ik maak die schuin allemaal wel gewoon. Het is wel een heel leuk project, jongens, moet ik zeggen. Ik vind echt, ik heb het naar mijn zin als ik hier aan werk. Ik heb ook telkens gewoon, een tijdje had ik er gewoon zin in om het ook echt te doen. En nu zijn we er eindelijk mee bezig gewoon. Maar het is wel echt heel veel, ja, raar werk. Want het is een hele andere soort manier van bouwen dan normaal. Je werkt op een hele andere manier. Dan wordt de vloer eentje lager zelfs nog, of niet? Ja, kan ook. Of dan hier gewoon, zeg maar, ook weer terracotta blokken of gras of wat dan ook. Een beetje een diepte. Ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Ja, doe jij maar gewoon je ding. Dit is een heel duur project. Weet je wat nog duurder is dan ons project? Dit geld dat wij gaan verdienen hier is duur. Ja, ik mag het hopen. Zie je eens correct en nog verwoord gewoon. Ik verdien duur. Ik verdien heel duur. Zo, alle dingen zijn klaar. Het is best wel, ziet er op zich wel impressief uit, de vorm. Die we hebben gecreëerd. Misschien kan je het aquarium dan wel met één laagje lagen doen. En dan dat je zo met slabs dan weer omhoog gaat. En dat dit het randje is. En dan hier heb je het rondje vloer wat gewoon de normale hoogte is. Behalve dan het aquarium in het midden.
Dan kan je wel met iets lager om nog meer diepte, anders heb je een hele platte vloer misschien. Ja, dat klopt. Dus dan kan je in het midden dat aquarium toch één blokje lager doen. Oké, ik denk dat ik de laagjes hier, ik vind het een beetje een dun laagje. Ik ga er een soort houtlaagje bij brengen nog, om iets dikker te maken. Robin die gaat hier bezig met, oeh, dit is wel een heel vierkant iets. Maar Robin gaat in ieder geval bezig met het aquariumpje. Ik zou het eerst zo doen. Dan matcht hij meer met de buitenkant. Ik ga denk ik die randjes hier soort van supporten. Het hout. Wat een vervelend dak of vervelende muur. Het lukt me wel en ik vind het wel een goede toevoeging hoe die pilaar nu gemaakt is. Maar dan moet ik dit kopiëren naar alle andere kanten. Dat is wel echt heel kut. Ik zit hier diep in de put. Jij zit diep in de put. Hoe kom je daar terecht met je leven? Ja. Waar ging het fout? Op een gegeven moment gaat het fout en ja, dan gaat het fout. Kijk jij deze video trouwens nu nog steeds, jongens, en denk je van, hey, grote jotenpalen, Max, ik vind het gewoon hartstikke leuk wat je hier allemaal doet met Robin, zo, dat hele gebouwwerk van jullie. Laat dan even een goede reactie achter, namelijk bed op dirt. Dat moet je achterlaten, geen idee waarom. En over een bed op dirt gesproken, kijk eens aan, het randje is mooier gemaakt en ik ben er tevreden mee. Origineel zou ik hier geen hout in willen gebruiken in dit bouwwerk, maar dan kan dit gewoon matchen en het ziet er ook gewoon leuk uit als ik het zo zie. Alleen dat randje daar moet nog even gelinkt worden. Dat is al helemaal, waarom moet ik het overal bouwen? Het is wel echt moeilijk als in... Het is niet makkelijk plaatsen. Je moet echt heel veel met je parcouren om dit goed te plaatsen telkens. En vooral het symmetrische gedeelte is wel een dingetje. Ja. Ik zit weer in de put. Ik was er net uitgeklommen met al mijn moeite. En nu zit ik er weer in. Nee, ga jij maar. Ga maar weer, loser. Ja. Ja, weer in de put. Robin is er helaas vandoor, jongens. Dus we gaan kijken of wij dit even af kunnen bouwen, dit randje. Wat een poepwerk. Maar het moet wel gedaan worden. Even een beetje belichting toevoegen, want het is ook gewoon echt belachelijk donker. Ik zie echt geen drol telkens hierboven. Gelukkig. Gelukkig zie ik geen drol. Het had heel raar geweest als ik hier een drol zag liggen ineens. Nee, het is een beetje belicht dan. Voor nou. Oh mijn god, ik ben die paal vergeten hier weg te halen. Nee. En dan denk ik dat ik het leuker vind om hier gewoon verder aan te bouwen als Robin erbij is. Ik kan nu wel dat hout afmaken, maar... Nee, het is leuker als Robin er gewoon bij is. Want dan zijn we samen een beetje aan het kletsen, een beetje bouwen. Dus ik plaats dit wel even terug gewoon, voor nu. Misschien dat ik wel tegen die tijd even wat kwarts weer kan regelen, dat we gewoon verder kunnen gaan. Oh, dat ziet er wel echt al leuk uit, hoor. Nou, deur op slot. Hier zijn we nooit geweest. Er is geen geheim project hier of zo. Nee, ik heb geen idee waar je het over hebt. Zullen wij eens post naar Rick sturen? Gewoon echt iets heel stoms. We doen gewoon een aardappel. We noemen de aardappel abonneer Walnut. En dan gaan we post sturen naar Rick. Oh, ik moet dit alleen nog laten werken. Want ik heb nog niet echt een... 2 seconden, kijk. Bij mij zit dit er wel heel leuk. Maar ik heb nog geen button of zo. Ik denk dat ik legit gelimiteerd word door gewoon dit te doen. En dan zo. Ik denk dat ik geen keuze heb dat dit wel moet op deze manier. Minecart met Kist. Abonneer op Walnut. Ga met vrede. Kist, ga met vrede naar Rick. Breng hem het bericht. Breng hem het grote nieuws. Abonneer op Walnut. Ik ben heel benieuwd. Als ik nu op tijd ben, hè? Als ik nu heel snel ben. Kan ik hem dan nog zien? Ik kom zien gaan. Ja, daar gaat hij. Kijk, ik zag hem nog. Ja. Oh, nu zie ik hem niet meer. Nu is hij al weg. Wat jammer. Oh, ik zag hem nog gaan over de treinrails. Ik kon hem nog eventjes zien. Leuk. Nou, ik hoop dat het bericht aankomt bij hem. En dat hij het bericht ook opvolgt. Stationnetje is ook leuk gedaan nog, hoor. Dan zeg ik het zelf. Ja, zeg ik zelf gemaakt. En jongens, dan spijt het me enorm, maar ik heb zo weinig tijd. Ik ga morgen, voor een week lang weg. Ben ik een week lang weg van huis. Dus ik heb allemaal video's voor jullie voorbereid. En dit is een van de laatste die ik opneem, slash ga editen. En ik heb gewoon niet meer zoveel tijd. Dus helaas moet ik nu al de video afsluiten. Ik weet niet hoe lang hij is, ik weet niet. Ik heb geen idee hoe lang deze video is, ik hoop lang genoeg. Sorry voor de kortere video. Als ik terugkom, voor jullie is het gewoon een normaal ritme. Maar als ik terugkom, heb ik een idee om misschien weer live te gaan. Wat ik al eerder heb verteld. En dan wil ik aan dit grote gat hier gaan werken. Misschien kunnen we dan live verder met de bank even daar dicht bouwen. We kijken even wat we dan allemaal gaan doen. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Abonneer zeker als je dat nog niet hebt gedaan. Like ook even. Spreek je later. Glaasje water. Telt het 4. Flesje bier. Doei.